Namens de rubriek Ons kent ons zijn we deze keer te gast op camping De Zwarte Bergen in Luik-Gestel. We zijn hier vanwege de start zo dadelijk van de Koperen Teut Rally. De Koperen Teut Rally dat wordt georganiseerd jaarlijks door de motorclub. En van de voorzitter staat hier net voor mij, Willem van den Broek. Goedemorgen Willem. Goedemorgen. De Koperen Teut Rally. Vertel even aan de mensen, wat houdt dat in? Nou, de Koperen Teut Rally is eigenlijk ontstaan uit een overkoepelend orgaan, dat is VMC, Veteranenmotorclub. Een landelijk orgaan. En toen de tijd was er in het zuiden, was er eigenlijk weinig animo om een veteranenrit te organiseren. Nou, onze eerste voorzitter was de heer Frans Verrappen. Tevens was hij toen ook lid van motorclub De Kempinghalm. En hem werd gevraagd om dus in het zuiden een rit op te starten. Is er ook een bepaald jaartal aan verbonden vanaf dat jaar? Later mag je er niet mee komen doen. Nou, het jaartal is van de VMC vastgelegd tot en met 1940. En dat wil zeggen, als je daar een motor uit 1941, dan mag je officieel het reglement niet meer rijden. Dat laten wij dus wel toe, maar je kunt niet meer doen aan het reglement. Het reglement stelt gewoon als prioriteit, tot en met 1940 heb je een veteranenmotor. En na 40 worden het klassiekers, die rijden bij ons dus ook mee. Ja, ja. Dus daar zullen we zien als we daar kunnen starten, dat dus eerst de veteranenmotoren starten. Dat is tot en met 1940, die rijden in aparte klassen. Dat is pioniers, dan krijg je de veteranen, na-veteranen, diverse klassen hebben. Die mensen schrijven in voor meer een bepaalde snelheid die ze gemiddeld willen rijden. Ja. En aan de hand daarvan krijgen ze tijdcontroles. En aan de hand van die tijdcontroles krijgen ze strafpunten. Ben het te vroeg of ben het te laat, krijg je straf. Ja. Dat is eigenlijk een beetje het wedstrijdelement. Ja, maar dat wil ik eigenlijk zeggen, want jij noemt het geen toertocht, je noemt het ook echt rally. Dus er is ook iets mee te winnen. Ja, er zijn wat prijsjes mee te winnen. Die hebben wij, mag ik gerust vertellen, die hebben wij nou met geestelijk handicap hebben wat prijzen gemaakt. Dus dat was voor ons leuk en voor hun leuk. Nou, en dan zit er een beetje wedstrijdelementen dan op tijdrit. En er worden straks puntentellingen gedaan. En aan de hand daarvan krijg jij een aantal strafpunten. Degene met de minste strafpunten, ja, die wordt dan eerst in zijn klasse. Ik dacht hier alleen motors te zien, maar ik kwam hier gelukkig ook een driewieler tegen. Dit is nee? Dit is een BZ. Dat is een Engelse driewieler. Komt uit Birmingham. Ja. Het bouwjaar? 1934. En die heb je uiteraard zelf gekocht, zelf ook nog wel opgebouwd? Ja, ik moest het inwendigen, het motorblok en de versnellingsbak moest ik allemaal zelf reviseren. Dat was een beetje, maar de buitenkant heb ik gelaten zoals ik hem gekocht heb. Het ziet er prachtig uit. Geniet van de rit vandaag. Ja, nou, we doen ons best. Ik zag hier ook nog Piet, want daar vond ik zelf veel in staan. Ik ga nooit weer nu Williamson bestaan. Ja. Vertel er een heel klein beetje over. Williamson, een Engels merk, een 1000 C2 cilinder, watergekoeld, een loodzwaar paard. Gemaakt voor de Eerste Wereldoorlog en nog even daarna in Bristol in Engeland, zeg maar. Ja, daar zijn er niet veel meer van, denk ik. Nee, er is heel weinig van. En dat heb je hier in Europa, zijn er heel weinig van. Deze exemplaren komen uit Nieuw-Zeeland en Australië. Waarom is in Europa weinig van? Hier in je strenge winter soms en dan bevriezen ze kapot. Zeker als ze 30 jaar in een schuurtje van Waalloos eraan. Ja, nou, prachtige motors heb ik al gezien. Ze zijn allemaal klassiekers. Kun je gewoon was de oudste het er best uit? De oudste is een Triumph van 1913. Hier uit Rietover, notabene vandaan, vlakbij, ja, hartstikke Willem van Zanten. Motor is vroeger nog van mij geweest, maar ja, bij mij lag hij in kistjes en saladebakjes en hij heeft hem prachtig gerestaureerd. Jan, het is ooit onbeleefd leeftijd, vandaag doe je het af even. Jij bent? Ik ben nu 86. Prachtig. Jij bent hier de kan komen rijden? Ja, van de parkeerplaats af. Hè? Ja. Mag je gewoon daar de route wel meedoen? Ja, dat wel. Ja. Ja. Nog altijd met veel plezier, verwend motorrijder. Ja. Want ik heb nou, deze die heb ik nu 64 in mijn bezit, hè? Deze. Ja. Ja, kijk, ook het nummer 64 daar heb ik ook erop, hè? Want sinds de oudste deelnemer en de motor er langs in het bezit, denk ik ongeveer. Ja, dus als je dat nou eens bij elkaar telt. Ja.
50 jaar bestaan van de motorvereniging hier in Wijntersel. Ja. We hebben al een prachtige trailshow gezien. Er lopen hier al wat nonde knetters rond, zien we. Doet je het niet? Je moet harder trappen. Ik heb binnen al de tentoonstelling gezien, maar er zit hier ook van Volk Oude Motors. Hoezo? Ja, dat klopt. Die zijn van VMC de Stoomfiets uit Lux-Gerstel. En die organiseren jaarlijks de Kopertuit Rally. Dat is een rally van motoren van voor de Tweede Wereldoorlog. Eigenlijk globaal vanaf 1909 tot 1940. En die hebben hier een tussenstop. Die hebben jullie uitgenodigd omdat jullie ook 50 jaar bestaan hebben? Ja. Ja, we hadden wat contacten met die mensen en ja, goed, het past in het totaalplaatje natuurlijk van wat we hier allemaal hebben vandaag. En ja, goed, die mensen die hebben stuk voor stuk allemaal, er wordt wat gestart. Ja, ja, dat heb ik. Die hebben echt wat museumstukken bij die, maar enkele exemplaren van zijn laat staan ook nog lopend. Ja, maar ik moet zeggen, dat kleurt ook de dag hier wat extra. Hè? Oude motors bij, een motorclub die 50 jaar bestaan, dan rijden hier motors van 1914 rond, het komt allemaal schoon bij elkaar. Absoluut, daar zijn wij ook ontzettend trots op. Want als ik kijk naar onze organisatie, dan iedereen van de club zet zich er heel erg voor in. Het loopt allemaal als van eigens, het weer zit mee. De mensen hebben het allemaal naar zijn zin, dus ja, dan hebben we al een geweldige dag. Hè. Het is perfect gedaan, Bart, bij deze bedankt. Mensen, de motorclub heeft hier een geweldige dag georganiseerd vandaag. Jong en oud heb ik al gezien, heeft er hier heel veel plezier aan. Die mannen hebben zijn uiterste best gedaan om het iedereen gezellig te maken. En wij hebben hier ook hartstikke fijn gehad vandaag. Mannen, bedankt ervoor. Deze was weer Camper TV. Tot de volgende. Houdoe.